Jan Tempelaars, vicevoorzitter van SV Ter Heide. We staan hier voor het kunstgrasveld. Wat maakt dit kunstgrasveld nou zo speciaal? Speciaal aan dit kunstgrasveld is dat het een van de eerste is wat helemaal met kurk ingelegd is. Dus de invul is kurk. Dat betekent dat het volledig veilig is, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Kurk en dus geen rubber. Wat is het verschil? Allereerst bijvoorbeeld financieel. Kurk is beduidend duurder. En we zijn dan ook heel blij dat de gemeente deze keuze gemaakt heeft. Zodat wij daar geen problemen mee gaan krijgen. Wat zijn de verdere verschillen tussen een kunstgrasveld met kurk en die met rubber? Ja, zoals ik al zei, van milieutechnisch, gezondheid. Maar ook de bespeelbaarheid. Het voelt natuurlijker aan. En de eerste resultaten die wij gehoord hebben, waren in Wassenaar, daar zijn we zelf eens kijken. Dat spelers daar heel enthousiast waren. Zelfs veteranen die dus pertinent niet op kunstgras wilden spelen, daar de keuze hebben gemaakt om toch op kunstgras te gaan voetballen. Omdat ze prettig voetballen. Jullie zijn dus in Wassenaar geweest, hebben het zelf al getest. Dit veld is nog niet getest. Wanneer wordt er hier gevoetbald? We gaan morgen gaan we openen. Dan wordt het officieel geopend door de gemeente, door de wethouder Jan-Willem Stoop. En vervolgens gaan we om 4:15 starten met de eerste onderlinge wedstrijden, eerste jeugd. En vervolgens gaan onze senioren een toernooi op voetballen. Wel onder voorwaarde dat het weer meewerkt natuurlijk. Het moet maximaal -4 zijn, anders mag je er niet meer op. Dus op dit moment zijn we gewoon in overtreding. Ja, want wij mogen hier, wij kunnen het vandaag niet testen, hè? Nee, dat gaan we echt niet doen. Wij vinden wel dat we ons aan de regels moeten houden. En dat wij ook het goede voorbeeld daarin moeten geven. Straks moeten nog meer mensen er gebruik van kunnen gaan maken, blijkbaar. En wij moeten hier de lijn trekken, zeg maar. En aangeven hoe het gaat worden. Dit veld wordt vandaag niet getest. Jullie hebben dus in Wassenaar al wel getest. Wat vond u er zelf van? Ik vond het heel natuurlijk aanvoelen, net als wat die spelers daar al zeiden. De bal was gewoon lekker bespeelbaar. Maar ook zag je wel dat een bal wel eens net de andere kant op ging. Kan ook aan mijn capaciteit liggen natuurlijk. Maar zoals wij er naar keken, sprong hij weg soms. En dat is ook wel leuk om te zien. Want dan heb je niet dat super technische voetbal, zeg maar. Waarin je ook goed moet kunnen voetballen, wil je dan het maximale eruit halen. Dus in die zin is het best natuurlijk om erop te voetballen. Een uniek veld in de regio, geloof ik, hè? Ja. Wat wij begrijpen zijn er ongeveer 10 in heel Nederland. Er zullen er inmiddels natuurlijk wel een aantal al ingelegd zijn met kurk in verband met de rubberproblematiek. Maar het echt helemaal origineel, direct aangelegd met kurk, waren er onder de 10.